Lieve mensen, avond, weet ik veel, maar misschien zit u wel met z'n gezellig met het hele gezin op de bank. Misschien wel papa, mama, kind, kinderen, neefjes en nichtjes. Iedereen is welkom in Gods Koninkrijk, hoe mooi is dat. Maar vandaag, het is 16 juni, is het ook Vaderdag. Over de hele wereld is het Vaderdag. Maar eigenlijk is het elke dag Vaderdag. Als we kijken naar onze hemelse papa, elke dag is er Vaderdag. Althans, zo voelt het voor mij. Zo voelt het voor hier, voor de mensen die hier zijn. Elke dag is voor ons onze Vader die in de hemelen zijn. En hoe mooi is dat? Maar God de Vader kijkt ook naar ons. En die kijkt naar ons en die zegt, kinderen, maak je toch niet zo druk om al die kleine dingetjes. Wij mensen maken ons zo ongelooflijk druk. Oh, is de koelkast al opgeruimd? Oh, hebben we wel gezogen? Oh nee, heb ik wel de juiste koffie in huis? Who cares? Weet je wat belangrijk is? Dat jij de liefde uit mag delen aan de ander. Toen God de Vader samen met de Heer Jezus en Heilige Geest deze prachtige aarde schiep. Toen schiep hij Heer in zoveel dagen alles en op de zesde dag schiep hij de mens. En hij gaf de mens eigenlijk als zijn eerste taak om alle dieren een naam te geven. Wauw, hoe gaaf is dat? En daar wil ik het wel een klein stukje over hebben. Als we kijken naar Matteüs 6, ik kijk even naar mijn scherm, ik heb het hier even opgezet. Matteüs 6, vers 26, dat is een hele mooie tekst. En dat gaat over, kijk naar de vogels in de lucht. Dus Matteüs 6, vanaf vers, al eerder kun je lezen natuurlijk. Maar kijk naar de vogels in de lucht, ze zaaien niet en oogsten niet. En vullen geen voorraadschuren. Het is jullie hemelse vader, hè, want het gaat over vader, die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij? Wij waren gisteren, en ik ben wel vaker in het bos, en op een gegeven moment was het heel laat, want we waren best laat klaar met dingen. En toen zagen we een eekhoorntje. En ik zei tegen mijn dochter, kijk, daar loopt een eekhoorntje. En dat eekhoorntje, dat sloeg helemaal in acht op ons. Die was aan het lekker rennen, die was aan het nootjes, want ja, het lijkt net herfst buiten. En ik zag een eekhoorntje met zo'n lekker nootje. En die ging eens even staan, kijkt naar mij toe. En hij kijkt heel liefdevol en hij rent zo die boom in. En ik denk, dat eekhoorntje maakt zich ook helemaal niet uit. Daar zit ik dan in een grote auto. Die auto is 1000 keer groter dan dat eekhoorntje. En de eekhoorntje keek me aan, who cares? Hij was lekker met zijn nootje bezig. Hij had er niet keihard voor gewerkt, hij had er niet voor gewerkt, hij had niet gekocht, hij moest niet naar een winkel, hij was geen sluitingstijd. Nee, hij had het nootje op de grond gevonden en rent zo de boom in. Hij had ook nog even tijd om zich heen te kijken. En daar heeft God vandaag een preek over voor jou. Heb jij tijd om eens om je heen te kijken? Neem jij de tijd daarvoor? Heel vaak nee. We zijn zo druk met van alles en nog wat, dat we eigenlijk de essentie van het leven vergeten. Want waarom zijn we hier op deze aarde? Waarom denk jij dat jij geboren bent? Je bent geboren uit je papa en mama, dat snap ik ook wel. Maar God de Vader, de Heer Jezus en de Heilige Geest hebben een plan met jou. Hij heeft al die dagen, heeft hij alles gemaakt perfect voor jou. Voor mij. Hij heeft gezorgd dat er zuurstof hier is. Heb je er wel eens over nagedacht? Wij zijn bijna de enige planeet hier op deze hele grote heelal die zuurstof heeft. En als je kijkt, wij zijn een blauwe planeet vol met water. Als je onze lichamen kijkt, is ongeveer 80%, ik ben geen wetenschapper, ongeveer 80% bestaat jouw lichaam uit water. Water, verfrissend water. En als je dat vergelijkt met de Heilige Geest, hij is ook dat verfrissende water door jou heen. Maar God de Vader heeft gezorgd dat wij op een prachtige planeet komen, de aarde. En dat er lucht is, altijd. Oké, soms hoog in de bergen heb je eilenlucht, snap ik ook wel. Maar je hebt zeelucht, je hebt bergenlucht. Wij hebben lucht nodig om te ademen. Wij hebben lucht nodig voor God. En hij heeft ervoor gezorgd. Nou blazen wij stikstof uit, toch? Nou, misschien wist je dat niet, maar wij blazen stikstof uit. Nou, dat heeft God ook wel gevonden. Wat doet hij? Hij maakt bomen. En wat doet een boom? Die zuigt al die vieze lucht op. En wat doet hij? Er komt weer frisse zuurstof binnen. Check. Dan heeft hij gezorgd dat er een zon is. Dat een zon, heerlijk warm. Een hele liedje, hele week heb ik al een liedje in mijn hoofd.
Van André van Duin, als de zon schijnt. Nou, de zon is ver te zoeken nu, lekker belangrijk. Maar ik heb wel het liedje, lalalala, ziekenhuizen raken, leeg. Sorry, je moet erop zoeken. En dat liedje van André van Duin, ik word daar heel erg blij van. Waarom? Die zon geeft je warmte. Zorgt dat je huid lekker, bruin wordt als je dat wil. Hè? Maar ook, het is ook heel goed voor tegen buisjes zo. Ja, ik ben gewoon lekker eenvoudig. Weet je wat de zee doet? Dat zout, weet je wat dat doet? Dat maakt jouw huid schoon. En dan heeft hij gezorgd dat er vissen zijn in het water om voor jou dat je dat kan vissen om te eten. Ik hou niet van vis, maar daar gaat het niet om. Maar ik hou wel van andere dingen. God heeft gezorgd dat er genoeg eten en drinken is. En ja, wij moeten nu werken voor ons geld. Maar ga je ook genieten? Ik kom enorm gisteravond om 22:30, 22:45 s'avonds, zag ik dat eekhoorntje. En die had maling aan de hele wereld. Hij had zijn nootje, hij had zijn boompje. En hij vond mij wel interessant. En hij rent zo verder. Ga je ook genieten wat God jou gegeven heeft? En loop je ook in de roeping die God jou gegeven heeft? Want de muziek begint en ik schrijf altijd bladzijden vol. En dan denk ik, God, wat, en dan ben ik maar aan het schrijven. En dan staat hier, jouw weg samen met God. Jouw weg. Toen de Heer Jezus hier wandelde op deze aarde, liep hij met zijn discipelen. En menigeen was om hem heen. En die wilde horen wat de Heer Jezus te zeggen had. Maar de Heer Jezus, dat weten jullie, Matthäus 9, vers 35, teaching, preaching, healing. Hij gaf onderwijs, hij preekte en er kwam genezing. En op een dag, op een keer, dat kun je lezen in Lucas 17, dat gaat over de 10 melaatsen. En we waren aan het zingen en de Heer zegt, Lucas 17. Staat dan in Lucas 17? Ik denk, nou, ik weet ook echt niet alle teksten uit mijn hoofd. Hoor. Nee, daar ga ik er maar heen. Daar heb ik een prachtige computer. Hè, en als je het dan niet weet, Google is je best friend soms. Nee, God is de allerbeste natuurlijk. Hè. Oh, was een grapje. God houdt ook van humor. Echt waar, Marjolein, kan je niet lachen? Ja, ik kan wel lachen. Lucas 17 gaat dus over dat de Heer Jezus wandelt. Ik lees een heel klein stukje voor. Lucas 17 van vers 1. Hij zeide tot zijn discipelen, dus de Heer Jezus, het is onmogelijk dat er geen verleidingen komen, maar wee hem door wie zij komen. Het zou beter zijn voor hem zijn als een molensteen om zijn hals wordt gedaan en heel vaak wordt in de zee geworpen, bla bla bla. Lieve mensen, daarna staat het over dat wij onze broeder moeten vergeven. Tegen wie spreekt de Heer Jezus eigenlijk? Oh, hij spreekt tegen zijn discipelen. Oh, dat is mooi. Dan gaat het ook nog even over zijn broeder. Dan gaat het ook over de heilige. Dat is ook mooi. En dat hij, als hij een broeder berouw heeft, en dat er altijd vergeving mogelijk is. Maar dat stukje daarvoor gaat, dat over verleidingen. Vandaag de dag zijn er heel veel verleidingen. Maar het is aan jou, aan mij, aan ons. Wat doen we met die verleidingen? Tuurlijk, je mag hartstikke leuke televisieprogramma kijken. Daar heb ik het helemaal niet over. Maar als het je altijd weghoudt van de weg die jij mag lopen met de Heer Jezus, dan heb jij een probleem. Want God heeft jou een bediening gegeven. En loop jij ook waardig, we hebben 3 weken geleden ook een preek over gegeven, loop jij waardig in de bediening die God jou gegeven heeft? En dan ben je lekker aan het wandelen. Oh, ik doe wat God van me gevraagd heeft. Ik ga kaartjes maken. En dan, oh, mijn pen is stuk. Oh, ja, dat kan niet, hè. Ik heb geen pen. Ik kan geen kaartjes schrijven. Goed. Oh, ik heb nog een typemachine. Dat doet het ook niet. Oh, wat erg. Ja, God had u maar een typemachine moeten maken. U had me, ja, ik, deze pen doet het niet. Dus ja, nou kan ik niks, hè. Ja, sorry. Nee, laat jij je dan afleiden wat jij mag doen voor God. En de andere kant is er als de kippen bij, dat kan ik je vertellen. Want dan ga je eindelijk klaarmaken om die kaartjes te schrijven, is je kaartje op. En je kan je kaartje nergens vinden. Nou, nieuws voor je, misschien heb je wel een stuk papier. Pak je een stuk papier, kijk, ik pak iets heel simpels en ik maak er een kaartje van. Oké, mijn potlood doet het niet, mijn pen doet het niet. Hé, wacht eens even, ik heb nog een rode stift. Van vroeger. En wat ga ik dan doen? Ja, ik heb geen inspiratie. Tuurlijk wel. God houdt van jou. En je doet het op de post. Yes! En dan heb je geen postzegel. Nou, wat een drama! Lieve mensen. Hou eens op
met zeuren, zaniken, zeiken, van alles wat je niet hebt. Wees eens dankbaar wat je wel hebt. Nou, dan heb je de postzegel niet. Nou, misschien is dat kaartje wel vijf straten verder. Ja, maar het regent. Nou, dan doe je maar een regenjas aan. En dan ga je die regenjas aan doen en dan stap je op de fiets. Ja, mijn band is lek. Nou, dan ga je maar lopen. En dan zorg je dat het kaartje komt. En op het moment dat je dat kaartje hebt gemaakt, echt in die bus hebt gegooid, denk je, wow. En dan soms, hè, en daar wil ik even heen, dan is die persoon waar jij een kaartje naar hebt geschreven, die belt je op of die zie jou, oh. Wat ben ik hier blij mee. En dan kan je denken, ja, weet je wel hoeveel moeite ik ervoor gedaan heb? Mijn kaartjes wel erop, mijn postzegels wel erop, mijn stift is het niet, dit. Is dat belangrijk? Dat dacht ik toch niet. Dat is helemaal niet belangrijk. Maar ik wil ook nog wat laten zien over de 10 melaatsen en ook in Lucas 17. Wat heel erg is. Lucas 17, gaan we iets verder door. En dat gaat vanaf vers 11. De 10 melaatsen. En het geschiedde gedurende zijn reis, want hij is continu op pad, hè, de Heer Jezus. Hij is continu op pad om te doen wat God zijn vader, onze papa, aan hem heeft gegeven. Want God ook aan ons vraagt, ga jij op pad? Want stilstaan is achteruit gaan. Ga je vooruit met alles wat je tegenkomt. Ga je luisteren naar iedereen? Moet je niet doen. Marjolein, moet je niet doen hoor. Nee, je hebt toch niks? Je hebt toch niks? Who cares? Ik interesseer me toch niet wat de anderen denken? Het gaat om God. Ja, maar jij Marjolein, jij leidt aan godsdienstwaanzin. Ja, halleluja, praise the Lord. Want als God het zegt dat het kan, dan kan het. Anders had ik hier nooit gezeten. Vinden mensen dan ons leuk, lief en aardig? Nee, maar is dat belangrijk? Is dat echt belangrijk? Nee, het gaat erom. Gods wil is, 1 Timotheüs 2 vers 3 en 4, dat hij wil dat iedereen tot verlossing komt, dat iedereen de waarheid leert kennen. Toen de Heer Jezus op deze aarde liep, wilde ook niet bijna niemand die waarheid horen. En ze martelden en smeten hem aan het kruis. Maar hij heeft zoveel liefde, dat hij zelfs met zijn laatste ademteug en zei, Vader vergeef ze, want ze weten niet wat ze doen. Ik wil nog een klein stukje doen over die Lucas 17, over de 10 melaatsen. Komt u vanaf vers 11. En het geschiedde gedurende zijn reis naar Jeruzalem, dat hij dwars door Samaria en Galilea trok. En toen hij zeker een dorp binnenging, hij ging er een dorp binnen, kwamen hem 10 melaatse mannen tegemoet, die op een afstand bleven staan. Ja, want ze wilden wel wat van de Heer Jezus. En zij hieven hun stem en zeiden, Jezus, Jezus, meester, heb medelijden met ons. En hij zag hen aan en zei, ga heen, toon van de priesters, dat was toen nog voordat de doop onder water kwam. Toon u zich aan de priesters en ga heen. En één, ze gingen allemaal en ze werden allemaal genezen. En één van hen keerde terug. Toen hij zag dat hij genezen was, met luide stem God verheerlijkte. En hij wierp zich op zijn aangezicht voor zijn voeten om hem te danken. En dit was een Samaritaan. Ook bijzonder, net als de Samaritaan, warmhartige Samaritaan. En Jezus antwoordde en zeide, zijn jullie niet allemaal genezen? Zijn jullie niet allemaal rein geworden? Waar zijn hier 9 anderen? Waren er dan die anderen ook niet om terug te komen? Om God eer te geven. En hij zeide tot die ene man, sta op, uw geloof heeft u behouden. Lieve mensen, dit is de boodschap die God voor jou heeft vandaag. Voor ons heen vandaag. Ga heen en doe wat God van jou vraagt. God heeft ons allemaal aangeraakt. Ook jou die thuis zit. Ga terug naar die eerste liefde. Vergeef je broeder of zuster. Als je iemand van hem aangedaan. Doen ze dat niet, is dat niet jouw probleem. Serieus niet. De Heer Jezus zei alleen tegen die ene melaatse. Waarom zijn die anderen hier niet? En that's it. Maar hij zei tegen die man. Ga heen. Jouw geloof heeft jou behouden. En dat is ook precies de behoudenis die God voor ons heeft. Stop met zeuren, stop met klagen, stop met morren. Het brengt je geen biet verder. En lieve mensen, soms is het zo verdrietig. Wij komen soms mensen tegen die we 7, 8 jaar geleden ontmoet hebben. Die dan zeggen, oh Marjolein, oh Erin. Ik noem gewoon onze namen, want jullie weten toch wie we zijn. Oh Marjolein, oh Erin.
7, 8 jaar geleden, hè? Ik heb het zo zwaar en ik heb zo'n zwaar leven. Dan bidden we ze, bidden voor ze, we vragen God genezen en zeggen we voelen ons helemaal geweldig en nou gaan we doen wat God ons vraagt. Komen ze 4 jaar geleden tegen, hoe gaat het? Nou, weet je wat het is? Ik moest naar de kapper, hè, en de pen die deed het niet en ja, ik had ook geen papier en de auto deed het ook niet en de fiets, ja, en ik ga niet in de regen hoor. Oh, dan komen ze weer tegen. En dan zijn we weer 4 jaar later. Ja, nee, weet je wat het is? Mijn zuster was ziek, hè? Ja, smoesjes. Sorry. Ieder van ons maakt dingen mee in zijn leven, in haar of zijn leven. Snap ik helemaal. Maar die afleiding, jongens. Die misleiding. Er is maar één die jou van de weg van God af wil houden. Mag je dan niet naar je zieke zuster? Tuurlijk wel, daar heb ik het toch helemaal niet over. Maar als dat helemaal geconsumeerd wordt, als je helemaal opgeslokt wordt door dingen die mensen aan jou vragen, niet God, dan kom jij niet verder. Als ik samen mijn lieve Erin zeide 8 jaar geleden, nou nee, dat gaan we niet doen hoor. Nee, dan hadden we hier niet in het prachtige gebouw gezeten. En ja, er zijn mensen, oh dat moet je niet doen. Hoezo niet? God vraagt van ons om dit te doen. Is het voor altijd? Dat zeg ik helemaal niet. Maar ga wel de weg bewandelen die God jou gevraagd heeft. God heeft mij uit de rolstoel doen opstaan. En ik ben God nog elke dag dankbaar. Lieve mensen, stop met morren, stop met klagen. Want de wil van God is dat we niet morren en klagen. Klaag ik en mor ik wel eens? Tuurlijk wel. Ik ben ook maar een mens. Maar ga wel verder. Blijf niet bij de pakken neerzitten. In Jezus' naam. Amen.